Ik ben Ine Buffel. Ik werk als productmanager anesthesie, ventilatie en moeder- en kindzorg bij de Duomed Groep. Ik werk ongeveer al 6 jaar bij Duomed en heb 11 jaar ervaring in de medische sector. Ja, bijvoorbeeld bij levering van zo'n op maat gemaakt systeem, dan gaan wij ook met de leverancier naar de klant toe om eigenlijk uitleg te geven over het systeem. Hoe moet het gebruikt worden? Hoe moet het onderhouden worden? Zijn er nog zaken die eventueel moeten aangepast worden? Want het is pas een keer dat alles gemaakt is, dat de klant soms ook beseft, dit werkt toch niet, het moet aangepast worden. Gisteren had ik zo'n voorbeeld, heb ik bij de klant geweest met de leverancier, hebben we de aanpassingen gedaan totdat de klant volledig tevreden is. Een groot project waar we heel trots op zijn, is eigenlijk een nieuwbouwziekenhuis die op een bepaalde datum klaar moest zijn, maar door de COVID-pandemie die ontstaan is, heeft het ziekenhuis gezegd tegen ons, oké, de deadline wordt met 1 maand vervroegd. Dus in plaats van nog 30 dagen de tijd, hadden we nog 1 week de tijd. En we hebben met verschillende teams binnen de Duomed groep zijn we naar het ziekenhuis geweest om alles in 1 week tijd in orde te krijgen. Het is ons gelukt. We hebben de eerste patiënten echt zien toekomen in het ziekenhuis, terwijl dat wij nog de laatste dingen in orde aan het brengen waren. Maar dat was toch een extreem groot project dat we met eigenlijk de hele Duomed groep samen tot een goed einde hebben kunnen brengen. Het voordeel om in een grote groep te gaan werken is eigenlijk als we bij één bepaalde leverancier een item niet kunnen krijgen, dat we bij een andere leverancier kunnen gaan aankloppen en zo eigenlijk veel gemakkelijker tot een oplossing kunnen komen voor de klant. Doordat we met verschillende leveranciers werken, vinden we wel altijd ergens een oplossing zodat de klant eigenlijk verder kan geholpen worden. Of ook vaak is het zo dat in een ziekenhuis ze bijvoorbeeld mij als aanspreekpunt hebben en dat zij de vraag stellen, hebben jullie dit in het gamma? Dan kan ik heel vaak zeggen, ik niet, maar ik stuur uw vraag door naar mijn collega en het wordt toch opgenomen. Dus de klant heeft met één aanspreekpunt toch het gevoel dat hij verder geholpen wordt en kan eigenlijk ja, met één iemand toch de hele studio met groep gaan bereiken.